Tim, wat gaat iets? Ach, jongen. Nou, hier ben ik dan weer met mijn tweede vlag. Ik was even op gang komen, want mijn vlag net al gedaan. Ik had wat meer handig hier. Nou, droeg je nou wasje en de was opvouwen. Maar goed, ja, als mij dat zei, je maar confronteert, dan ben ik er wel weer riep voor. En ja, ik heb natuurlijk ook wel wat te vertellen. Dat zijn ze elke week, heb ik wat te vertellen. Glenn Frey is hier gewoon. En nou ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik heb mijn Glenn Frey van de Eagles, daar heb ik expressen. Vorige week hing hier iedereen aan het door van... Wat wie David Bowie van man? Ik kon net zeggen, ik hier de man nooit ontmoeten. Ja, dus ik zei, ja, ik weet het niet, mensen bevallen mij wie de beste man. En achteraf, alles wat ik over hem leesde, he, van mensen die met David Bowie praten gingen, zei ik al, ja, het is een beste man. Dus ik heb wat dat betreft, stond de speaker op mijn kant. En van Glenn Frey ken ik dus echt in de eigen ervaring zeggen, Glenn Frey, wie een beste man. He, maar ja, dat is natuurlijk, ik ga het ooit verwachten. Want ik heb mijn splussen hier wat terug samen met Timothy B. Smit in het, op een prachtige mooie Simmerdai in het Amstel Hotel in Amsterdam. Ik zie ballen mij van huis nam en ik zie dat op een bankje, ik weet dat op de kant, ik weet het precies, zie ik daar in de stralende zinnen, zie ik mijn stukjes ballen opieten en toen kwam ik daar in het hotel en ik meldde mij bij Glenn Frey en Timothy B. Smit en die trakteerde me dit al op een overdaad aan lunch, dat ik heb een hele lange tosing dat heerlijk op zitten eten, want ik denk ik neem binnen het kennen, ik weet het al hierop. Ja, toen in gesprek met de man en nou, moet ik zeggen, ze kunnen behoorlijk relativeren. En ja, dat heb ik al zo lang. Mij draait in het vak. En de Eagles, dat is al de band die de meeste albums ooit verkocht heeft. Dus ja, ze hoeven er weer aan te dwaan. Maar ja, de uitdaging zijn zij allebei de eensgezind. Die bloed voor u is wel bestaan. En toen, Glenn Frey, zo'n mooi citaat. Dat kan ik nou zo net niet vertellen. Dus ik ga het citeren. En ik zet de bril er even op, want ik wat voorlezen moet. Dan kan ik dat met de bril op dat lezen. He, dus ik heb echt dus een bril voor tegenbij nodig. Een bril van 4A hoef ik net, want ja, ik ken nog eens nummer 4. Vet. Dus, maar daar komt hij dan. Heel mooi citaat van Glenn Frey. Wij zijn één grote muziekmachine, bij wijze van spreken. Maar geen van ons allen is dat het echte leven. Als we met een groep op een podium staan, zijn we net een science fiction verhaal. Een sprookje waar mensen in willen geloven. Maar in het leven van alle dag zijn we geen Eagles, dan zijn we vier individuen. Ons echte leven speelt zich in het huiselijke sfeer af. Nou, het is gelijk een gedicht. Of ik het zelfs kan. Maar dat wie Glenn Frey. Ik bedoel, ja, op de grond van dit liedje citaatje ken ik hem net beter typeren dan de man wie. Dus ik zet gewoon de bril weer op en ik zet direct naar een plaats van Eagles op.